als ons de rug wordt toegedraaid, zeg maar, ja, waarom moeten wij dan vreselijk royaal zijn met een bijdrage? Dus me dunkt, ze kunnen het wel begrijpen dat we deze beslissing hebben genomen. En dus besloot de gemeenteraad unaniem maar 4 ton mee te betalen aan de verdubbeling die 3 maanden geleden officieel van start ging. Het gaat om dit weggedeelte tussen Assen en Zuidbroek. De verdubbeling is nodig om de doorstroming te verbeteren en om de weg veiliger te maken. De N33 staat nu nog te boek als een dodenweg waar vaak ongelukken gebeuren. De provincie Groningen betaalt 50 miljoen euro mee aan de verdubbeling en Menterwolde zou 2,4 miljoen euro bijdragen. Zou, want de gemeenteraad besloot gisteren slechts 4 ton over te maken. De gemeente schrapt 2 miljoen euro omdat de provincie eerder een streep zette door de komst van een Factory Outlet Center naar Zuidbroek. Ook de bouw van een nieuw ziekenhuis werd afgeblazen. En al die zaken gingen niet door omdat de provincie het tegenhield. Dus dat betekent dat we de inkomsten niet hadden. En als we de inkomsten niet hebben, dan is het ook niet verantwoord om wel geld over te gaan maken aan de provincie. Ik kan me voorstellen dat zij zich ook ons standpunt voor kunnen stellen. Maar dat is niet zo. Op het Martini-Kerkhof zijn ze boos over de move van Menterwolde. Ja, daar zijn we natuurlijk wat door verbaasd en verrast, moet ik u zeggen. We vinden het ook zeer ongelukkig, onbehoorlijk. Er zijn heldere afspraken gemaakt over de bijdrage van 2,4 miljoen. En we begrijpen dat de raad nu bereid is om 4 ton beschikbaar te stellen. Ja, dat levert een gat op van 2 miljoen. Bouwmans wil nu snel nadere tekst en uitleg van de gemeente. Maar Menterwolde gaat ervan uit dat de 2 miljoen euro die nu overblijft gebruikt kan worden voor grote projecten. Zoals de bouw van multifunctionele centra in Meeden en Muntendam.